tussen grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Midden in het groenste hart van Holland, bij het landelijke Aarlanderveen, vind je een sterk staaltje Hollands waterbeheer. Een rij watermolens. Een viergang poldermolens. Van het stoere type grondzeiler. Uniek. Want het is de enige nog werkende molengang ter wereld die een polder bemaalt. Als hoofdbemaling volgens eeuwenoud gebruik. Een Weidse polder. Diep gelegen. Maar liefst 5,5 meter onder zeeniveau. Eén voor één tillen de molens het water ruim een meter omhoog. Om het uiteindelijk te spuien in de Oude Rijn. Zodat het bij Katwijk in zee kan stromen. Daar komen alleen wieken aan te pas. En 4 bevlogen molenaars. De polder in Aarlanderveen was ooit een zompig veenmoeras. Maar na het uitgraven van het veen, dat in de 17e eeuw als brandstof diende voor het welvarend Amsterdam, ontstond een diepe plas water, zoals die in buurgemeente Nieuwkoop nog steeds bestaat. Het woeste water werd gevaarlijk. Met ontzag sprak men over de waterwolf. Het beest dat hele dorpen wegspoelde, moest overwonnen worden. In 1785 begon de droogmakerij van de polder. In de eeuwige strijd van Holland tegen het water. Molens werden gebouwd. Eerst 3. En later, de polder was te diep, een 4e. Door regen en kwelwater blijft de polder nat. Dus om de voeten van de ingelanden droog te houden, gaat het malen altijd door. Bij nacht en ontij. Bij weer en wind. Daar waar vrijwel alle historische molens van Holland plaats hebben gemaakt voor elektrische gemalen, maalt de viergang van Aarlanderveen op de wind. En met de kracht van de natuur. Kijkend naar de lucht. Wat doet het weer? Zakt het water? Wat zegt de peilschaal? Samenwerken. Op elkaar bouwen. Want op de wind van gisteren kan je niet malen.